Om 10:30 begint in de Sint-Jan in Den Bosch de uitvaartdienst van Albert West. De zanger overleed vorige week op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van een fietsongeluk. In Den Bosch staat verslaggever Tom van den Oetelaar. Ja, Tom, in die kathedraal in Den Bosch dus. Hoe gaat die dienst eruit zien? Mensen die denken dat ze hier zo meteen in de kerk Amarillo gaan horen. Of liedjes als Itsy Pitsy, Dini Weenie, Yellow Polka, Dot Bikini, die komen bedrogen uit. Het wordt een klassieke uitvaart. Want, vond Albert West zelf, in een kerk hoort klassieke muziek en geen popmuziek. Dus wat je gaat horen is muziek van Schubert, Bach en dat soort klassieke componisten uitgevoerd door een mannenkoor aangevuld met enkele sopranen. Daarnaast zijn er natuurlijk sprekers, maar ook geen tientallen. Een paar mensen zullen er gaan spreken. Welke, dat is op dit moment nog niet bekend. En blijft het bij de dienst in de kathedraal vandaag? Nee, dat zal zeker niet. Want daarna komt de showman, de artiest Albert West, letterlijk naar buiten op het moment dat de dienst is afgelopen en de kist komt naar buiten. Dan vormen de mensen hier een erehaag op de parade in Den Bosch. Daar rijdt de kist daar tussendoor en dan klinkt daar wel de muziek van Amarillo en van Give a Little Love en van Shalala I Need You, zijn grootste hits, samen met de Shuffles waar 5 miljoen exemplaren van verkocht zijn. En dat moet hier op de parade in Den Bosch een heel mooi beeld gaan vormen. Ja, Tom, jij hebt de afgelopen tijd veelvuldig gesproken met mensen die Albert West echt goed gekend hebben. Hoe wordt deze man herinnerd? Ik denk vooral niet alleen maar om wat hij deed, maar vooral ook om wie hij was. Namelijk een heel sympathieke man. Ik heb heel veel mooie woorden gehoord over Albert West. Zoals de deurzakkers me vertelden, was het iemand die niet zichzelf op de voorgrond zette, maar de mensen om hem heen. Een zeldzame karaktertrek voor een artiest. Ik denk ook dat dat iets is dat veelvuldig aan bod zal komen hier bij de sprekers in de Sint-Jan in Den Bosch. Een Sint-Jan trouwens die op dit moment al aan het volstromen is. Ik denk dat het een heel drukke uitvaartdienst gaat worden. Zometeen hier om 10:30. Tom van den Oetelaar vanuit Den Bosch, dankjewel. En die dienst om 10:30 wordt live uitgezonden op de website omroepbrabant.nl.